Voor mij zijn het echt een soort helden, maar die een soort ondergronds leven, zeg maar. Terwijl ze wel zorgen dat wij op tijd bij onze afspraakjes kunnen zijn. En dat, ja, ik vond dat ze wel zichtbaar mochten worden. In De Autovakmannen volgt Gwen 2 jaar lang 9 verschillende automonteurs en ondernemers. Eén van hen is Kim van Omme uit Spijkenisse. Hier, zie je? We kijken wat spanning. Dat is gewoon niet normaal. Wat je bij Kim ziet is dat ze echt vanuit liefde voor die techniek in dat vak is gestapt. Ze bouwt nou haar eigen autobedrijf op, maar je merkt dat ze dus ook voor die uitdaging komt te staan, dat dat vak heel erg verandert. Kim richt zich daarom op de toekomst door zich niet alleen bij te laten scholen qua techniek, maar ook door zich te specialiseren op het gebied van autotuning. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik met LSD scharnieren inbouw, dat ik goed aangeschreven sta. En wat is dat? Ja, wat is dat? Dat zijn de Lamborghini deuren. Die deuren die gaan zo als vleugels omhoog. Dus niet zo open, maar omhoog. In de film is ook een rol weggelegd voor minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Die met de komst van de zelfrijdende voertuigen wat betreft regelgeving ook voor een uitdaging staat. Dus je ziet eigenlijk op overheidsniveau wat er gebeurt rond die introductie van die zelfrijdende auto. En je ziet de autobedrijven daarop reageren. Maar vanuit een menselijk aspect. Dus je ziet zo'n minister ook twijfelen. En we denken allemaal, ja, die overheid heeft het voor elkaar. Maar zo'n minister is ook aan het zoeken. En dan zie je dat wat haar beleid voor uitwerking heeft op die automonteurs. Ja, die zijn ook aan het zoeken. En dat vond ik wel mooi om dat te doen. De Autovakmannen draait 23 februari in Rotterdam. Een echte aanrader, vindt Kim. Niks is gespeeld, niks is gemaakt. Het is zoals wie wij zijn in de film.